Bart Van Loo. Michiel. Ronde van Frankrijk. Ja. Hou jij van wielrennen? Bah, tuurlijk. Vive le vélo, hè. Vive le vélo. Maar het is verkiezingstijd in Frankrijk. En eergisteren gaf Sarkozy een dubbel interview samen met Angela Merkel. Kijk eens even. Est-ce que j'ai de l'admiration et de l'amitié pour Madame Merkel? Oui, j'ai de l'admiration pour une femme qui dirige 80 millions d'Allemands comme elle l'a dirigé pendant la crise. Et si vous me demandez si j'ai de l'amitié pour elle, oui. Raar koppel. Wat denk jij daarvan? Maar dat zit in de geschiedenis ingebakken. Hè? In de jaren 60 gingen De Gaulle en Adenauer bijna hand in hand tot aan de slaapkamer. Ja. In de jaren 80 hebben Kohl en Mitterrand de deur open gedaan en het bed opengelegd. En ja, Sarkozy en Merkel die kruipen er nu gewoon in. Okay. Dat zijn de laatste 50 jaar in een notendop. Voilà, zeer goed. Maar je wil eigenlijk praten over Valentijn, ons voorbereiden op Valentijn. Hoe vieren de Franse Valentijn? Met Franse poëzie en oesters. Poëzie en oesters. Goed, laten we snel de poëzie doen, dan kunnen we aan de oesters beginnen. Ja. Er is niet veel voor nodig voor die poëzie. Je hebt alleen maar een romantisch kabbelend riviertje nodig, een bootje dat er overglijdt. In dat bootje zit een man die krachtig roeit, die diep in de ogen kijkt van een mooie dame die ook in dat bootje zit, die op dat moment gebiologeerd zit te luisteren naar diezelfde man die niet alleen krachtig aan het roeien is en niet alleen diep in de ogen van die dame kijkt, maar ook nog eens zo zot is om lyrische liefdespoëzie van Victor Hugo voor te dragen. Kijk maar. Lotte, was ik een vorst, ik bood mijn scepter aan. Mijn koninkrijk, mijn kroon, mijn troon, mijn hier en nu. Mijn knielend volk, mijn koets, mijn bad met gouden kraan. Dat is wel veel, hè? Mijn vlaggenschip, waaraan geen enkele zee kan weerstaan. Ach, voor één blik van u, Lotte. Bart, ik kan me voorstellen dat je dit dikwijls geprobeerd hebt. Heeft dat ooit iets opgeleverd bij jou? Wel, zoals Madame de Pompadour zei, de beroemde minnares van Lodewijk XV, zoals die ooit zei, er zijn twee dingen waar je een man mee kan plezieren. Het andere is lekker eten. Oké. Dus? Dus we zijn eens goed gaan eten, hè. Ah, oké, goed. Wat? En wat iemand die dat begrijpt. Ja. Wat eten de Fransen met Valentijn? Wel oesters, hè. Ah ja. Eet jij graag oesters? Ja, maar alleen als ze op één manier zijn bereid. Maar die ga ik voor het einde houden. Even de oesters van dichterbij bekijken. Een vraagje. In welke maanden zijn de oesters zogezegd het lekkerst, Michiel? Het zijn de maanden met een R. Ja, en dan krijg je meteen een volgende vraag. Gokken, niet nadenken. Hoeveel maanden in een jaar hebben een R in hun naam? 7, 6... Het zijn 8. Hoe kun je weten dat er 8 maanden in een jaar zijn, dat de oester het lekkerst is, dat er 8 maanden in een jaar zijn waarin er dus een R in de naam zit? Wat is een oester in het Frans? Huître. Huître. 8 keer R. Oké. Ja. De receptie, weet je nou, als er eens een stilte valt. En klopt dat? Zijn dat ook echt de maanden waarin dat ze goed zijn, die oesters? Wel, het is zo dat Lodewijk XIV, destijds aan het hof van Versailles, dat er heel veel oesters werden gegeten. En er was toen al sprake van overbevissing. Dus is men quota gaan invoeren. Er is niks nieuws onder de zon. En zo is dat fabeltje van die 8 maanden ontstaan. Er worden vaak lustopwekkende krachten toegeschreven aan die oesters. Klopt daar iets van? Het zou een afrodisiacum zijn. Misschien even een kleine test doen. Ik zou even willen vragen aan alle mensen hier in de zetel, in het publiek thuis mag u ook meedoen, of dat alle mensen die ooit al eens een zinnenprikkelende, goestingscheppende afrodisiacum-ervaring met oesters hebben gehad, dat die nu even hun hand willen opsteken. Iemand ooit opgewonden geworden door oesters te eten? Ik voel het verschil niet. Ja, het is misschien ook niet nodig. Want altijd opgewonden eigenlijk, dat is wat je zeggen. Nee, ik ook niet. Nee, hoe komt het dat wij dat van oesters denken? Wel, als je het woordenboek openslaat bij oesters, dan staat er... Oesters zijn tweekleppige weekdieren, maar er staat ook bij dat het hermafrodieten zijn. Ah. Dus dubbel geslachtelijk. Ja. Samengevat, nu eens is een oester een echte vent... En even later bezit zij, zonder met de ogen te knipperen, alle gracieuze kwaliteiten van het vrouwtje. Ja. Zoals Prins Philip zou zeggen. En dat is in die maanden met een R. Dat moet dan uitgetest worden. Ja. Maar in ieder geval... Omdat een oester dus dubbel geslachtelijk is, denk ik dat wij onze intergeslachtelijke fantasieën op die zeevrucht projecteren. En bovendien komt daar nog bij dat oesters hand in hand gaan met Casanova. Jij zal zeggen, Michiel. Casanova was toch een Italiaan? Maar hij schreef in het Frans, dus hij mag meedoen in mijn francofiel verhaal. Goed. En die Casanova, wat moeten we daarover weten? Wel, wat Bobby Ewing was in Dallas, Wat dat Face was in die A-team. Wat Boma maar al te graag had willen zijn in FC's de kampioenen. Wel, dat was Casanova in de 18e eeuw. Een vrolijke vrouwenzot, een laconieke ladykiller. En daarom zeggen we tegen mensen van die slag vandaag nog altijd... dat zij Casanova's zijn. Ja. En jij had een verhaal over Casanova. En we zitten met Casanova in een Parijs restaurant in 1796. Dat is belangrijk. En rondom hem zitten twee jonge dames. En hij bestelt meteen 100 oesters, omdat hij hoopt dat het een het ander met zich zal meebrengen. En hij laat het ook heel erg warm stoken. Ja. En dat doet hij omdat hij hoopt dat die dames dan wat genoodzaakt zouden zijn om wat kleren uit te spelen, wat ook gebeurt. Dat was niet van gisteren. Ik vat u de situatie samen na een half uur. Wij zien voor ons 50 nog niet opgegeten oesters, 2 schaars geklede dames en 1 Casanova met heel veel goesting. En die goesting die zorgt ervoor dat hij stilaan ten prooi valt aan een zoete frustratie. En hij beschrijft dat in een goddelijke zin. Die wil ik even voorlezen. Hij zegt... Mijn drang naar liefde was jaloers op mijn mond. Die mond krijgt oesters, die drang naar liefde. Ik wil u die zin cadeau doen, Michiel. Oké. Dus als u volgende week met Valentijn op restaurant gaat met je vrouw... en het eten is heel lekker, dan moet u midden tijdens de maaltijd moet je haar hand vastpakken. En dan zeg je, liefste... Mijn drang naar liefde is jaloers, maar niet met mijn boek in uw handen. Nee, dat zou een beetje een kans is kwijt. Ik zou wel van buiten leren. Oké, goed. Maar hoe liep het af met Casanova daar? Wel, die Casanova die ging natuurlijk op zoek naar een list om die dames uit hun schulp te lokken. Het is een oestercontext, sorry, niet waar. En wel, hij heeft het dan gevonden. Hij zegt tegen een van die dames, mevrouw, u bent wellicht veel te intelligent om hier iets slechts in te zien. Maar zou je mij alstublieft een oester met uw mond willen aanreiken? Ja. En die dame is veel te intelligent om daar iets slechts in te zien. En hij kan victorie kraaien en dan schrijft hij de volgende woorden. Na dit antwoord kon ik victorie kraaien. Ik plaatste de schelp tussen haar lippen en zij slurpte de oester leeg. Ik haastte me om de lekkernij te ontvangen en zette mijn lippen met heel veel fatsoen op haar mond. Bart, haar moeder zit erbij. Man. Hoe dat te steunen. Hoe dat afloopt, kunnen we straks samen wel even verder lezen dan. Hè. Dus, wat was nu jouw favoriete oestergerecht? Wel, ik heb daar een gerecht bij gevonden dat heet oesters op Venetiaanse wijze. Wat perfect is, want hij was een Venetiaan. Je neemt je oesters, je schikt ze op een ovenschotel, je kruidt ze met fijngehakte peterselie, bieslook en peper, even wat geraste parmezaanse kaas erover, dan gratineren in de oven, zodat die oesters smeuig kunnen opzwellen tot een soort van aristocratische mosselen en dan warm serveren. En Michiel, ik haal dat uit Le Manuel de la Friandise, een Frans kookboek uit 1796, het jaar waarin dat wij met Casanova in dat Parijs restaurant zaten. De cirkel is rond. Wow. De cirkel is rond. Hartelijk dank je. Merci bien. Bart Van Loo.